Er is geen sprake van vervolging van de commerciële banken in Suriname. Dit gaf president Chandrika Prasad-Santokhi vandaag aan. Na officiële berichtgeving zou blijken dat de Hagerin Bank, de Surinaamse Bank en de Fina Bank vervolgd worden door het Nederlands Openbaar Ministerie voor Witwaspraktijken. De president bevestigde na overleg met de Hagerin Bank dat er geen sprake is van vervolging. En wat ik als informatie heb, dat er een klaagprocedure in behandeling is. Er is geen vervolgingszaak gaande. Er is een klaagschrift wat in de behandeling genomen wordt. Die heeft op verschillende niveaus gediend. En als een zaak bij de rechter is, dan zeggen wij als regering, laten we het besluit van de rechterlijke macht afwachten. De beide partijen zijn vertegenwoordigd door middel van hun raadslieden. En we kijken uit naar de afdoening van de zaak die al geruime tijd duurt. En we vertrouwen dat de zaak goed afloopt. Volgens Aldo Verbruggen, raadsman van de Hagerin Bank, is deze kwestie niet nieuw. Hij verwacht daarom dat de zaak wederom in het voordeel van de banken zal uitpakken tijdens de rechtszitting vanwege onvoldoende bewijsmateriaal. De 19,5 miljoen euro met als eindbestemming Hongkong werd sinds 2018 terugverwezen naar de banken. Ook omdat de Surinaamse regering toen officieel had laten weten geen medewerking te zullen verlenen aan het vervolgen van de banken. Echter, president Santokhi zegt nu het besluit van de rechter af te wachten, alvorens de regering hun medewerking al dan niet zal verlenen. Het is een juridische zaak. Het is een juridische procedure waarbij heel wat wettelijke regelingen in acht genomen moeten worden. Wij gaan ervan uit namelijk dat de klaagprocedure een keertje afgehandeld moet worden. En de Hoge Raad heeft al beslist. Namelijk dat nu een ander gerecht daarmee bezig moet worden. Laten we kijken wat het besluit is. En aan de hand van het besluit kunnen wij als regering onze standpunt bepalen.